De SP heeft vrijdagmiddag 753 handtekeningen overhandigd aan de voorzitter van de Apothekersvereniging Os, Henk Sterenborg. De Osse partij wil met de handtekeningen de nachtapotheek in Os terugkrijgen. Mensen moeten sinds 1 januari tussen 11 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends naar ziekenhuis Bernhoven in Uden voor medicatie. De reden dat de nachtapotheek in Os dicht is gegaan, is omdat het te duur werd deze open te houden. Uit cijfers bleek dat er dan gemiddeld maar één of twee mensen een recept op kwamen halen. De overhandigde handtekeningen zijn overigens nog maar een tussenstand. De Ossenpartij maakte vrijdag bekend door te gaan met de actie. Dit omdat de partij denkt dat veel Ossenaren nog een krabbel willen zetten.